Het aantal verkeersdelicten moet teruggebracht worden. Om dit doel te bereiken heeft de Nationale Assemblée gisteren met 42 stemmen voor goedkeuring gegeven aan wijziging van de Rijwet 1971. Zo wil de regering Santokki Brunswijk de verkeerscriminaliteit serieus aanpakken. Tijdens de motivatie van de commissie van rapporteurs is aangegeven dat er meer aanpassingen moeten worden aangebracht in de wet. De commissieleden hopen dat het ministerie van Justitie en Politie beter in staat zal zijn om de verkeerscriminaliteit effectiever aan te pakken. De opmerkingen van het geëchte lid Chang, dat van bromfietscertificaten, zullen worden meegenomen en nader worden uitgewerkt in het rijbesluit. Ik kan u aangeven dat we zeker niet stil hebben gezeten en we zijn bezig met de rijwet, maar zaken die door hun doorwerking hebben naar het rijbesluit worden ook meegenomen om, ze daar uit te werken en ze dan mee te nemen wanneer het rijbesluit wordt aangepast. Het beleid is gericht op handhaving en naleving van verkeersregels. De aanpassingen in de rijwet moeten het gedrag van weggebruikers beïnvloeden. In zijn toespraak voerde minister Kenneth Amoxie aan dat er preventiever gewerkt zal worden Het beleid is gericht op handhaving en naleving van de verkeersregels. De aanpassing in de rijwet moeten het gedrag van weggebruikers beïnvloeden. In zijn toespraak voerde minister Kenneth Amoxie aan dat er preventiever gewerkt zal worden tijdens de verkeerscontroles. Met dien verstande dat het aantal dodelijke slachtoffers dus afneemt. Middels de operatie Veilig Suriname is er al een aanvang hiermee gemaakt. Ook bij de rijwet is belangrijk de drie E's. Dat zijn de pijlers van de rijwet. En de drie E's die houden in engineering, education en enforcement. En ook wij zijn te veel gefocust op enforcement die meer te maken heeft met juspol, boete en alle strafopleggingen. Maar ook onderwijs heeft een belangrijke taak als het gaat om de rijwet. Ik wil extra aandacht vragen voor slachtofferszorg. Specifiek voor de mensen die dus wel in leven blijven, maar met een ernstige beperking leven. Ik denk dat het belangrijk is om, zoals het lid Lusje aangaf, niet alleen maar te focussen op de repressie, maar ook op de preventie en ook op de nazorg. We hadden graag een integrale wijziging van de rijwet, maar met deze wijziging is er alvast een stap gedaan in de goede richting. Ik wil aanbevelen, voorzitter, tot aanname van deze wijziging van de rijwet. Ook vanuit het parlement is aangegeven wat onze verwachtingen zijn van de regering en hoe wij het geïmplementeerd zien. Ik blijf erbij, het moet geen papieren tijger worden. We moeten in het geheel niet vergeten dat het hier ook gaat om een mentaliteit die veranderd moet worden. Jaar en dag wordt geschreeuwd dat het verkeer veilig moet worden. Dat kan pas als ieder beseft dat ieder deelnemer een eigen verantwoordelijkheid heeft. De regering kan zoveel maatregelen en regels instellen, maar uiteindelijk ligt het aan de weggebruiker. Die moet meewerken aan een veilige verkeerssituatie. Met betrekking tot het bromfietscertificaat voor mensen met een rijbewijs. De minister geeft aan dat het rijbewijs en de rijwet niet bedoeld is voor bromfietsen. Maar daarvoor zijn we hier, om die rijwet aan te passen. Ik vraag de minister om het mee te nemen. Omdat als het niet nodig is dat je praktijk en theorie moet maken voor een bromfietscertificaat, als je al een rijbewijs hebt, waarom laten we dan mensen betalen voor een bromfietscertificaat als ze al een rijbewijs hebben? We kunnen hier gewoon een regel in de wet opnemen dat met een rijbewijs je geen bromfietscertificaat nodig hebt. Ik ben in ieder geval blij met de minister dat hij is meegegaan met mijn voorstel voor een puntenwaarderingssysteem. Er is geen onderscheid meer voor rijbewijs voor beginnende bestuurders en ervaren bestuurders. Dat maakt de wet overzichtelijker.